kan ik een gestroomlijnd paard maken van emir? Met die vraag begon ik de eerste video over het afvalproces van emir. Een afvalproces dat ongeveer 11 maanden geleden begon. De eerste video maakte ik zo'n 9 maanden geleden hier in de Eifel. En het leek me leuk om de laatste video over dit proces ook hier in de Eifel op te nemen. De weg die we gegaan zijn en wat het ons heeft opgeleverd en waar we nu staan, daarover ga ik het in deze laatste video hebben over het afvalproces van emir. Ik ben Ingrid Lange, ik ontwikkel producten voor de Groene Os. Ik geef webinars, ik schrijf artikelen en ik maak dit soort informatieve video's. En verder werk ik ook nog in mijn eigen praktijk Healing Touch voor Dier en Mens. En vind je deze video's nou leuk en wil je er geen enkele missen? Abonneer je dan hieronder op dit kanaal. In de eerste video kon je zien hoe je een body condition score vaststelt. En dat emir bijna de maximale score had van 8 à 9. Hij had dus heel veel vetophopingen. En ons eerste doel was om die vetophopingen kwijt te raken. Omdat die gewoon gevaarlijk zijn voor een paard. En we pakten dus de voeding aan. En hij kreeg een graasmasker om, zodat hij in de wei niet te veel kon eten. In de tweede video kon je zien waar we zo wel tegenaan liepen. Want bij afvallen hoort niet alleen het aanpassen van de voeding, maar ook een leefstijlverandering. En dat voor een paard wil wat zeggen aangepaste arbeid. Nou, met die arbeid liepen we tegen nogal wat obstakels aan. En dat lukt ons lang niet altijd om die planning ook daadwerkelijk te realiseren. Toch voor het afvalproces gestaag. In die maanden viel die af en zijn body condition score die zakte. Tot we in september op een plateau uitkwamen. En hij een aantal maanden, 3 maanden, gewoon hetzelfde gewicht hield. En bleef hangen op een body condition score van 6. Vervolgens maakte ik in januari de derde video. Waarin ik het had over de mentale impact van die leefstijlveranderingen. En wat ik daarbij zag was dat emir steeds enthousiaster werd. Vooral van de bosritjes. Maar hij zat steeds beter in zijn vel, ook omdat hij gewoon al veel vet kwijt was, beter bespierd was geraakt, meer energie had gekregen en alles hem gewoon makkelijker afging. In die tijd werkten we ook heel consistent aan lichaamsbewustzijn en aan loopscholing met behulp van grondwerk, rijles in de bak en bosritjes. En die bosritjes die breidde ik regelmatig uit qua tempo en qua afstand. En afgelopen weekend hebben we ons eerste mini-trektochtje gemaakt hier in de Eifel. 2 dagen heuvel op, heuvel af, 5 uur per dag. En dat heeft hij echt top gedaan. De balans die hij vorig jaar nog miste voor het werken in de heuvels, dat heeft hij nu goed onder de knie. Ook omdat hij nu gewoon spieren heeft waar hij ze vorig jaar nog miste. Want ik zei het al eerder, je wil niet alleen vet eraf krijgen, je wil ook spieren erop krijgen. En dat lukt nu steeds beter. Een hele slanke den, dat zal Emir niet worden, want dat is zijn bouw ook niet. Maar hij is de afgelopen 4 maanden wel weer verder afgevallen, tot een nette body condition score van 5. Hij is nu goed gespierd en hij heeft geen vetophopingen meer op plaatsen waar hij ze ook niet wil hebben. Daarom is dit de laatste aflevering van deze serie, omdat mijn dikke paard nu goed in model is. En op weg is om een echte gespierde krachtpatser te worden. Dus wellicht ga ik je daarover later nog eens berichten. Aan de hand van de ervaringen met emir, gepaard aan onze kennis van natuurgeneeskunde en voeding en onze ervaringen met andere dikke paarden in onze praktijken, hebben we een stappenplan overgewicht voor je gemaakt. Dat kun je downloaden via de link die je nu in beeld ziet. En uiteraard staan we altijd voor je klaar met persoonlijk advies en met consulten. Neem dan contact met ons op via ons mailadres of via het telefoonnummer dat je nu in beeld ziet. En vond je dit een leuke video? Geef hieronder dan een duimpje. Alvast bedankt en tot de volgende video.